Argotekst 21 over Thales van Mileten. Je ziet hem hier op het plaatje. In het tekstje Thales hom Milesios, oftewel Thales de Milet, de inwoner van Mileten, zien we Mater, de moeder van Thales, en Thales zelf telkens aan het woord. De moeder begint: O Thales, beste Thales, o, signaleert een aanspreking, o Thales, hollos hom Milesios demos atoponse nomidzei. Nomidzei is de persoonsvorm, hij beschouwt, wie beschouwt hollos, geheel, holdemos Milesios, helemaal, homilesios demos, dus in zijn geheel het onderwerp, geheel het Milesische volk beschouwt, en wie beschouw je dan? Ze, en je hebt altijd nog een accusativus nodig die daar iets over zegt, beschouwt jou als atopon, als raar. Aischroi de kakologoi tsepsuizan, zegt Thales. Epsuizan, aoristus, derde meervoud van pseudo, bedriegen. Zij hebben bedrogen. Wie zijn dat? Aischroi kakologoi, schandelijke kwaadsprekers, schandelijke roddelaars. En dan is de vraag, wie hebben ze dan bedrogen? Nou, dat is ze op de plek van de apostrof, moet een epsilon staan. Ze hebben jou bedrogen, moeder. Eimigar homegas thales. Homegas thales is het onderwerp. Ik ben, nou ja, het onderwerp is ik en homegas thales, het naamwoordelijk deel. Ik ben gar, namelijk homegas thales. Hij legt uit waarom het gelogen was. Ik ben namelijk de grote thales. Kai holos hedemos en... voegwoord, holos, hodemos, en het gehele volk, is nominatief, is dus onderwerp. Nomidzei, beschouwt, dat is de persoonsvorm, me sophon, mij als wijs. En niet alleen maar als wijs, maar te kai agaton, en goed, kai andreion, en dapper. Ego gar, want ik, waarom zit dat dan in, dat iedereen zo geweldig vindt? Nou, zegt Thales, want ik... Pro elexa, dat is de aoristus van het werkwoord pro lego, voorspellen. Dus pro elexa, ik heb voorspeld, de e is de augment. En je ziet dat ik zie dat die sigmatisch is, deze aoristus. Want ik heb voorspeld, wat heb ik voorspeld? Ten eklijpsin to heliu, de verduistering van de zon. En ten is de herhaling van het lidwoord. Dat betekent dat Cluten beroemd iets zegt over die verduistering. Ik heb de beroemde verduistering van de zon voorspeld. Herde de eclipsis, nou de persoonsvorm is epausen, aoristus van pauo, laten ophouden, dus epausen, hij heeft laten ophouden. Her eclipsis is het onderwerp. De verduistering, de zonsverduistering, heeft laten ophouden, en wat dan? Magen makraan, een grote strijd, sorry, een lange strijd, langdurige strijd. En wat voor lange strijd dan? Nou, ton ludon kai ton merdon staat al in de genitivus. Dus een strijd van de Lydiërs en de meden. We kunnen natuurlijk ook zeggen een lange strijd tussen de Lydiërs en de meden. Ek de tutu. Vanaf dat moment, sindsdien. Polloi antropoi is het onderwerp, veel mensen, nominatief. Tamadzuzin is de persoonsvorm, bewonderen. Sindsdien bewonderen veel mensen. En wie bewonderen ze dan? Ze bewonderen me. Accusativus van ego, mij. En wel mala, erg. Me un pistuwe tois kakologois. De persoonsvorm is pistuwe. Vertrouw is een imperativus. Me is de ontkenning bij de imperativus. Dus me un pistuwe betekent vertrouw dus niet of geloof dus niet. En degene die je gelooft zet je in de dativus. Dat is tois kakologois. Geloof de kwaadsprekers dus niet. Meter file, aanspreekvorm, vocativus, lieve moeder. Monongar, want, hij gaat het weer uitleggen, legusi, waarom ze niet te vertrouwen zijn. Ze zeggen, ze spreken monon, en wat zeggen ze alleen maar? Alleen maar kakus logus, kwaaie woorden, slechte woorden, want zij spreken alleen maar slechte woorden. De moeder zegt, hede hemetera doule, onze slavin, hemetera, want het vanwege de rijregel. Katelexe is de persoonsvorm van katalego, vertellen, het is een aoristus, kun je zien aan de xi. Onze slavin vertelde, aan wie dan? Mooi, aan mij. En wat vertelde ze? Het leidend voorwerp in de accusativus, pragmatamaston. Een wonderlijk pragma, een wonderlijke zaak of een wonderlijke gebeurtenis. Epij de eidetop pragma malegelasen. Epij is het voegwoord, toen of nadat. En eide is de aoristus, dus nadat ze gezien had of toen ze zag.
En wat zag ze dan, die slavin? To prakma. Toen ze de gebeurtenis zag, dan komt nu de hoofdzin, mal egelasen. Op de plek van de apostrof hoort een alfa te staan, mala, erg. En egelasen is de aoristus van gela, o lachen. Lachte zij zeer, of in normaal Nederlands, moest ze erg lachen. Sugar, nou, we krijgen nu te horen waar ze dan zo over moest lachen. Want jij, potte, eens. Dia tes necte, dia tes nuctos, gedurende de nacht, dia met de genitivus, want jij, eens, gedurende de nacht, wat deed jij dan gedurende de nacht? Ees kopijs, jij bekeek, of jij was aan het bekijken, want het is een imperfectum, ta astra, want jij was tijdens de nacht eens ta astra, de sterren, accusatief meervoud onzijdig, aan het bekijken. En, voegwoord, en jij eiges, en jij had, wat had je? Je had holon ton noen. Je had je geest helemaal. Niet je hele geest, want dan had holon tussen ton en noen moeten staan. Jij had je geest helemaal. En waar had je je geest of je aandacht dan helemaal bij? Nou, pros, bij ton hypselon uranon, bij de hoge hemel. Daar was je met je gedachten helemaal bij. Tot de, hier moet je de misschien maar wel vertalen, want het betekent hier toch echt wel maar. Er zit een duidelijke tegenstelling in. Eides, jij zag, ook niet, eides, auristus van horao, maar je zag niet, to mega frear, de grote put, en proton podon zegt iets over die put, de grote put voor je voeten, die zag je niet. Kai, en je katepeses, en je viel, dat is de auristus van katapipto, thematische auristus, eis auto, in hem, en daarmee wordt natuurlijk die put bedoeld. Frear is onzijdig en auto is ook onzijdig. Dus je zag die put niet en toen viel je erin. Het doele eipen en de slavin eipen, zij weer een aoristus. En wat zei de slavin dan? Ho sos huios ton men uranon skopij. Men, en hier de weliswaar, maar dus ho sos huios, jouw zoon, en wat doet hij? Die skopij, die bekijkt. En wat bekijkt hij? Ton uranon, de hemel. Dus jouw zoon kijkt weliswaar naar de hemel, of bekijkt weliswaar de hemel. Maar de oeg horai, hij ziet niet. Horai van horao zien is een werkwoord met een stam op een alfa. Dus hora, ei wordt horai. Maar hij ziet oeg niet. En wat ziet hij niet? Ta pragmata, de dingen. Ta wordt herhaald, dus epites ges zegt iets over die pragmata, de dingen op de aarde. Maar de dingen op de aarde ziet hij niet. Thales vindt het niet leuk en hij zegt dan ook, ook en niet was, derde enkelvoud imperfectum van Eimi, emoi, voor mij was niet, en wat was nou niet, to pragma, de gebeurtenis was niet voor mij, geloion is het naamwoordelijk deel, lachwekkend, voor mij was de gebeurtenis niet lachwekkend. Nee, logisch, want hij was in die put gevallen. Al, maar, o mater file, maar, lieve moeder, kai su kategelais mu, er staat een vraagteken aan het eind van, de woord, van het woord, lach jij uit, kai ook, su, lach ook jij, en kategelao uitlachen, kategelais is de samentrekking van kategela, ijs, lach ook jij uit, en kategelao gaat met de genitivus, mu, mij, lach jij mij ook uit? Dat vindt de moeder wat al te erg en daarom zegt ze, udeta egoge. Zeker niet egoge. En egoge is een versterking van ego. Ik zeker niet. Al, maar, eimi, ik ben, en wat is de moeder? Atlia, maar ik ben ongelukkig. Hoezo is ze dan ongelukkig? Nou, dat legt ze uit. Want, polakis, al vaak, eroto, je zou verwachten om hier dat je hier moet vertalen, ik heb gevraagd, maar het is toch echt een presens. Want, al vaak, vraag ik ze, weer een apostrof, op de plek van de epsilon, is niet helemaal duidelijk. Want al vaak vraag ik jou, men, en hier staat de, weliswaar. En wat vraagt ze dan? Potte ga mijn melijs. Potte, wanneer, en melijs van mello zullen. Dus wanneer zul jij ga mijn trouwen? Of wanneer ben je van plan te trouwen? Vraagteken. Su de, nou hier komt dan de maar su, maar jij. Gelais, de tweede persoon enkelvoud van gelao lachen, maar jij lacht, aei, altijd, kai legais, en je zegt. Nou, wat zegt die jij dan, wat zegt
vertaal is dan volgens zijn moeder. Nun u kairos esti, niet, sorry, u esti, niet is, en wat is niet kairos, het goede moment, nu. Nu is niet het goede moment. Neos gar eimi, want eimi, want ik ben neos, ik ben nog jong. De moeder vindt dat niet leuk en daarom zegt ze ego, dus fod de repitumo. De persoonsnaam is epitumo, ik verlang naar, ego staat in de zin, dus ik verlang sfodra, heel erg naar. Let niet op het geschreeuw op de achtergrond, dat is Rotterdams gebrul. Verlang ik erg naar? Naar Kales Numfes, naar een schone bruid, een mooie bruid. En naar Pollon en Gonon en naar veel kleinkinderen. Schiet eens op en plantjes voort. Potte un gamijn meleis. Ze herhaalt het nog een keer en voegt alleen het woord un dus toe. Dus wanneer ben je van plan om te gamijn, om te trouwen? En Thales zegt, o meter agathe, weer een aanspreekvorm, een vocatiefus. O goede moeder. Nun u kairos esti. Nou, die hadden we al gedaan. Nu is niet het goede moment. Hoezo dan niet? Want, eimi, want ik ben Geroon, een oude man. Het is nu te laat. Einde van de tekst. Over Thales tekst 21.